PSV tegen VVV. Het heeft een schitterende lijst te overleggen tegen bijna elke club in de Eredivisie. Dat krijg je als je zoveel wedstrijden ongeslagen blijft in eigen huis. En ook deze start van het seizoen is weer fameus en kan zelfs een evenaring van het record van Gerrits gaan opleveren als deze ook gewonnen wordt. Al met al een prachtstart, nationaal gezien. U ziet intussen de opstelling van PSV door uw beeld gaan met Trent Sainsbury daar in de basis. Omdat Schwab zich ziek heeft gemeld vandaag. En voorin Lozano, De Jong en Bergwijn. Bergwijn begint vanaf de linkerkant. Zeuntjes veel besproken in de voorgaande edities. Oenerstal, daar zullen we natuurlijk ook extra op letten. Er is ook al veel over gezegd, de huurling van PSV. En verder achterin Koem in plaats van Jansen. Jansen gepasseerd, dat geldt eigenlijk ook een beetje voor Kopla, die niet helemaal fit is ook. Daarom, die combinatie niet helemaal tevreden en niet helemaal fit, maakt dat Lappa op de bank zit bij VVV Grotten Centrumsveld. En daar uiteindelijk Zoet. Bergwijn, Angelino, dat is goed gevoetbald. Bergwijn krijgt nog een tikkie. Oenerstal kan er niet helemaal bij. Promes redt daar de boel voor VVV. Beste mogelijkheid voor de thuisploeg tot nu toe in de 16e minuut. Voorzet van Angelino. Aan de rechterkant. Rutte. Bal diep gespeeld. Geen buitenspel. Dan moet dit een voorsprong worden. Maar het wordt het niet. Zoet kan dat redden, omdat Zeuntjes weigert de trekker over te halen. Wat wilde hij nou? Een lopje nog over de doelman heen. Op het moment dat Zeuntjes de bal wil spelen, zien we nu is het ook Sainsbury die daar voldoende hinder. Angelino. Angelino, hard en wel geraakt door de jong. Of door iemand anders. Protest. Mulder laat gaan. Ja, het is Hens. Er valt er veel voor te zeggen dat PSV hier recht heeft op een strafschop. Van Bommel. Wordt nu toegesproken door Simon Mulder. De Jong is mee. En wordt gevonden. Dat is toch wel opmerkelijk. Twee vuisten Oenerstal. En dan slim gedaan van Bergwijn. Zeuntjes haalt weg. Dumfries. Pereiro, Dumfries met de grote passen. Dumfries neer. En Mul de Jong nu in de handen van Oenerstal. Ja, en daar blijft ook wel een been hangen van Promesse. Angelino. Lozano, prachtig meegegeven aan Angelino.
Uitstekende aanval van PSV. Ook nu werd het vrij gemakkelijk op te lossen door de Promes. Angelino. Dat is een aardige voorzet. En van dichtbij, Oenerstal de bal op het dijbeen. Hij blijft staan. En kan daarom de kopbal van Sainsbury nog redden. Hij was er dichtbij, Sainsbury. Maar het is ook de klasse van Oenerstal die blijft staan. Pereira. Pereira krijgt bal keurig terug. En weer, nu van de Jong. En dan is het raak. Keurig uitgespeeld. Lozano in de 34e minuut. Dat doelpunt wat er zeker de laatste minuten zat aan te komen is nu ook daadwerkelijk geboren. De maker is Lozano. En daaraan vooraf helpen zeker Rosario en Pereira mee. Bleef Stijn zo zijn bedenking over wat details. De Jong kopt, Oenerstal verkijkt zich bijna met zijn lengte. Werd hij bijna geklopt. Pereira. Dumfries. Hendricks. 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 Mooie poging. Een beetje kort paasje daar van Viergever. En dan heel snel de gelegenheid voor VVV om op gelijke hoogte te komen. Zoet. Dumfries. Bal goed meegeven, Lozano. Oh, Promes, Promes, Promes. Veel te laat, is er niet voor onder de indruk. En Mulder. Geel. En daar is Van Bommel het in ieder geval niet mee eens. Ja, als dit geen verandering wordt van mening, dan weet ik het niet. Blijf bij geel. Zoveel is duidelijk. Niet geheel een al onlogische wissel bij VVV. Stijn telt zijn zegeningen en haalt de Promes eraf. Lozano. Lozano. Bergwijn goed meegenomen de bal. En dan wilde je afsluiten met de mededeling dat hij hem hard en hoog het doel injaagt, maar het is het zijn het. Bergwijn. Bergwijn krijgt hem terug. Bergwijn en Oenerstal omdat hij daar staat. Dit is niet zo best van Oenerstal. Maar hij komt ermee weg. De bal nog niet overigens. Bergwijn. Bergwijn, verre hoek, van richting veranderd. Is dat De Jong die daar nog aan zit? Het lijkt erop en dan heeft PSV toch de verdubbeling van de score te pakken. In de 64e minuut is het dan 2-0. Rosario. Bergwijn, snel om zijn man heen. Ja, krijgt een vrije trap. Oenerstal heeft het vijfmansmuurtje neergezet. Dat scheelde niet zo heel veel.
Daar is de ruimte voor Gutierrez. En die schuift hem heel erg beheerst langs doelman Oerenstaal. En zo wordt het van 2-3. Nee, dat ging ogenschijnlijk allemaal heel gemakkelijk. De eerste die hij maakte, die was zeer fraai. Deze is een hele mooie. Maar niet zo fraai als zijn eerste. Maar wel een hele mooie. Gewoon rustig zo de bal langs de doelman geschoven. Weer zo'n situatie waarvan je denkt, dat lijkt me heel makkelijk. Dat lijkt me heel simpel, maar het is omdat het zo goed wordt uitgevoerd. Dit is niet handig. Oenestal daarom ook te laat. Maar er is niemand van PSV om dat verder af te ronden. Hendricks blijft daar geblesseerd liggen. Mulder heeft ook nog even overlegd over de situatie van Koem en Hendricks. Gaat dat nog consequenties hebben? Koem was daar te laat. Maar is inmiddels gewisseld. Hoe gaan we dat allemaal doen? Hij gaat nog een penalty geven. Nou, dat is feilloos gedaan door Lozano. Eén ding hoeft niet te worden getwijfeld aan de overwinning van PSV. Die was dik en dik verdiend en wordt uiteindelijk in de slotfase ook in cijfers zo uitgedrukt. PSV wint met 4-0 van VVV Venlo.